Hi friends, in this video I'm going to take you to the Anton Pieck en Voerman Museum. Wat vind je mooier, dit of Voerman? Dit. Oh ja? Ja. Dat is een fout antwoord. I'm also going to show you how I finish the painting Vermeer and Rubens. And I'm going to show you how I do a very, very, very quick portrait. Het engste wat je ooit hebt meegemaakt. So if you think that sounds interesting, definitely check out this video. The painting behind me is painted by Voerman Junior. And when I was about 10 years old, my mother inherited it from her aunt. And since then, I was always seeing this painting in the hallway when I passed by it. So this really inspired me to start painting realistically. And in this vlog, I'm going to show you a museum where both Voerman Junior and his father, Voerman Senior, are exhibited. This is a museum specially dedicated to father and son that were both painters. And back in the days, on the Verkade cookie packages, you could find prints that were collectibles that you could all put in an album. All made by Voerman Junior. You could collect them in these kind of books. This is my favorite, mushrooms. Look how beautiful this is painted. Very often, I use these also for my paintings. Honey, are you happy? No, I'm not happy. Honey, are you happy? Yes, I am happy. Now you can buy happiness at danieldugas.nl. danieldugas.nl. Nina, what's the meaning of life? Goeie vraag. Gewoon genieten, I guess. Dat is een goed antwoord. Dat is een 9 plus. En hoe geniet je? Dingen doen die je leuk vindt. Vooral ook met mensen die je leuk vindt. Mm-hmm. Want het kan ook gewoon niet zo normaal zijn. Maar als je gewoon met leuke mensen bent, dan wordt het altijd wel gezellig. En dan, zoiets eigenlijk. Veel reizen misschien, maar dat vind ik per se zelf leuk. Ik vind je andere mensen altijd leuk vinden. Yeah. Ja. Maar denk gewoon dat dingen doen met mensen die je gezellig vindt. Ja. Hetzelfde slingers ophangen, hè? Mm-hmm. Dat heb je al gedaan. Slingers ophangen. Kijk eens even hoe Nina dit heeft gedaan. Wat is het engste wat je ooit hebt meegemaakt? Voor de drama. Ja, ik weet het. Er is niet zo heel veel drama. Ik geloof er niks van. Ja, in doodsangst of zo. Nee. Eén keer was ik al jong. Als bij een gym, in groep 6 of zo. Ik had een gestruikeld over die rand van die trampoline. Ja. Ik was met haar hoofd tegen de bok aangeklapt. Ik had niets van doen. Ja. Maar dat was een hele grote, een soort van sneeuw op haar hoofd. Ja, ik was toen echt 8, denk ik, of zo. Ja. Dat vond ik toen echt super heftig, maar nu denk ik eigenlijk, ik wil wel weer mee. Shit. Hoi. Yo, fuck a bitch. Hoi bitch. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn onderweg naar Voerman Museum en Anton Pieck Museum. Ah, that's a beautiful museum. Because... dochter van de koekjesfabrikant. Die ging in 1960 later beroemde Verkade-albums uitgeven. Kwam bij zijn schoonzoon, wil jij dat illustreren? Nee, dat is niks voor mij. Hè. Ik ben meer van de weilanden, de IJssel. Dat moest Junior maar doen. Maar die was toen pas 15 jaar, toen hij ermee begon. En daar hebben we boven een hele mooie collectie van. Ah oh, ja, ja. So, this is the collection of Voerman Senior. As you can see, he was always painting those cows at the shore of the IJssel. And on the other side of the IJssel, that's where I live. So always when I'm painting, this side can wave at my sources of inspiration. There is a difference between both of the painters. Senior was much more impressionistic. Junior was much more detail. Senior did a lot of landscapes. Junior did a lot of details from nature, like flowers, plants, mushrooms, those kind of things. As you can see, these are also much more impressionistically painted than the one that I have from Junior. Oh, yeah. Very beautiful about this painting. Most of these paintings actually, but in this painting in particular you can see it very well, is that the horizon is very low. And this is something that the Dutch 17th century painters started to do. They started to paint the sky in a way that it was almost one abstract painting. So that they wanted to show how beautiful just the sky was.
But here, Voerman Senior does it really, really beautiful because it's actually, from a distance, it's very simplistic. If you see here, it's very dark, but there's so much going on. And then this is just a little bit of light that pops through the clouds, shines on Hattem, and then gives this reflection in probably sort of a side lake from the IJssel. Very beautiful, those skies. Daniel Douglas Bentonel. So now I'm gonna work on the last layer on this painting. It will be a glazing layer of ultramarine blue. Very, very thin, subtle layer, but it will make the light pop out a little bit more. And the nice thing is that mostly even if you're in a dark room, you can still see what's going on in the painting because there's such a big contrast between light and dark. Hoe vind je het, Nina, om zo te poseren voor het schilderij? Ik vind het wel apart, ik heb ook nooit eerder zoiets gedaan. Maar ik vind het zeker niet vervelend of zo. Zo. Ja. Dan hoef je eigenlijk niet heel veel te doen om te zitten. Ja. Ja, vind je het niet vermoeiend om zo te focussen? Nee. Nou, jullie horen het allemaal thuis. Ja. Het is dus helemaal niet vervelend, zeg maar. Het is heel leuk. Ja, gaat ik. Nee, maar echt. Nee, nu met heel veel enthousiasme, net zoals het op televisie. Nee, maar het is wel leuk. Yes. Nou, het is wel een heel mooi schilderijtje. Tot zover. Wat vind je kutkunst? Een hele abstracte manier van kunst. Soms is het wel van gedachte erachter, waarschijnlijk met alles wel. Maar bij andere dingen denk ik van dit is gewoon echt puur het roep. En sommige kunst moet je leren waarderen. Net zoals dat je oesters moet leren eten en zo. Hou je van oesters? Nee, totaal niet. Maar we hebben zelf nu wel vis aan leren te eten. Ah, oké, okay, hier, ja. Yeah. Wat vind je wel mooie kunst? Wie zijn jouw favoriete kunstenaars? Ja, kijk, ik ken er niet zo heel veel bij naam. Ja, dan moet je zeggen Daniel Douglas, zeg maar. Oh ja. Nina, wie zijn je favoriete kunstenaars? Ja, weet je, Daniel Douglas. Yes. Van Gogh, een paar schilderijen die ik heel gaaf vind. Eén schilderij, dat is Skelet met sigaretten heet het volgens mij. Oh ja, ja. Die vind ik wel erg gaaf. Ja, die is wel lekker. Die is wel tof. Bijna. Voor de vijfde keer. Nu echt bijna. Een paar streetjes. Daniel Douglas Bentonel. This is Voerman Junior. And here you can recognize all the prints from the books. And the style of the pink rose on my wall. All these pictures. All those details. It's beautiful. You can see the inspiration from his father, but at the same time it's just totally different the things that Junior put his attention to. Father only did like a landscape with clouds and skies. He focused on the details that you can see in nature itself. Look how fucking beautiful this one is. How he used the light. This one makes me jealous. How skilled this one is. It's mooi. It's beautiful, eh? How detailed this is. It's extraordinary. Extraordinary. Some nude studies. So we are stealing ears from teapots and chandeliers. This will be the second half of the mall. One finished mall. This looks pretty good. Paul, what the fuck are you doing? Working on your website. Yes. Paar streepjes. Het traanbuisje. De traanbuisje moet nog een lichtpuntje krijgen. Klaar? Oh nee. Klein stukje.
Hou je het nog vol? Nog wel. Nog wel, ja. Want ondertussen ook weer een wc, maar... Oké, okay, nou. Voelt goed. Hoe lang nog voordat je het... Hoe lang kan je het nog ophouden, hè? Ja. Klaar. En dat is wel gaaf geworden eigenlijk. Ik vind het echt cool. Ken je jezelf erin? Ja, helemaal. Ja. Oké, okay, dan moet je nu zeggen... Oh, dit is het mooiste schilderij dat ik ooit heb ooit gezien. Ooit heb gezien, ja. Maar ik vind het echt oprecht best wel gaaf. Ja. Ja. Cool, ik vind hem ook heel mooi geworden. Ja, lijkt op je. Mooi portretje. Mm-hmm. Mag je niet naar de wc? On the back side of... Hallo. Hallo. On the other side of the Voerman Museum, there is Anton Pieck Museum. If you visit Voerman Museum, don't forget to take a look here as well. Yes. And Anton Pieck is of course famous for the fairy tale-ish kind of prints that he made. And he is also famous for designing the theme park. The Efteling, and you can really clearly see these influence through the prints as well. These are really beautiful drawings. What do you think of this one? Is it heel veel emotie in? Yeah. Yeah. And this was the actual workplace of Anton Pieck. Here he was getting his inspiration from. Here these were his inspirational books, inspirational toys. Express. Wat vind je mooier, dit of Voerman? Dit. Oh ja? Ja. Dat is een fout antwoord. De andere. Ja? Wat? Dat is een fout antwoord. Wat dan? Ja, je moet Voerman mooier vinden. Danielle Douglas.nl